creatief. Kijk eens, een plage. Zo, goeie avond. Nou, we gaan weer een sessietje doen. Even een kort nachtje weer. Waar het gaat worden weet ik nog niet, want het is natuurlijk een stuk mooi weer. En dat houdt ook in dat er een stuk meer vissen zijn. Goed, maakt op zich niet uit. We gaan wel een plekje vinden. Maar waar, dat zien we dadelijk wel. Nou, verrassend, er zat iemand op de stek. Nou, dan gaan we maar weer eens even kijken waar we nu heen gaan. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Het is altijd een beetje tobber. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen. Maar in deze omgeving, ja, het is elke keer wel weer wat. Maar goed, ik ga wel even verzinnen en het zal best goed komen. Nou, tot zo! Jongen, wat een top. Nou, stomme beesten. Het stikte van die kleine klotenvliegjes. En muggies. Nou, in ieder geval, na wat omzwerven, heb ik dan toch eindelijk een stek. We zitten hier, het is bij een ondiepe kant. Lelies. Eigenlijk altijd wel goed. Ik zie hier en daar wat vis wegschieten, maar dat is meer brasem. Maar goed, er zit wat leven in de brouwerij, dus... We gaan het zien. Hopelijk tot snel. Net mijn eerste vis gevangen van deze nacht. Het is al bijna licht. Dus ik heb hem eventjes daar gehangen, neergelegd. Om zo meteen foto's te maken. Zo, goedemorgen. Nummer 2 hangt. Dat is een behoorlijke. Dit is echt weer een mooie visje, jongens. Ik zal het even laten zien. Hoppa. Ja, deze heb even bij kunnen komen. Maar wat een apparaat, hè? En het mooie is, ik heb er nu nog eentje liggen. Maar dat is een mooie spiegel. Ja, zo zie je maar wat rondzwervingen gedaan. En uiteindelijk toch wat kunnen vangen. En goed kunnen vangen. Dus deze aardige flappers ook, zeg. Och, man, ik ga even de andere kant laten zien. Heerlijk. Gaf ook een mooie run. Mooi gevecht. En mag ook wel, hè. Met zo'n staart. Nou goed, ik ga even een paar foto's schieten en dan gaan we hem terugzetten. Er zijn wel plekjes. Ik ga die even behandelen. Zo, nou en hier is nummer 2. Oh. Ook een aardige bonk. Het is echt vol mijn kuit. Mooi beestje hoor. Zo. Ik denk dat het ook een terugmeldspiegel is. Dus die gaan we gewoon weer terugmelden. Dat
kan gewoon in deze omgeving tegenwoordig ook. En ja, het is toch een prachtig mooie vis. Echt die grote plaatjes, zo op de zijkant. Aan de andere kant zitten er nog een paar mooiere. Zeg nog een paar aardig grote. Hier valt het nog een soort van mee. Ik zal even de andere kant laten zien. Kijk eens aan. Wat een mooie vis, zeg. Daar doen we het voor, daar doen we het voor. Mooi bonkie. Ik kreeg twee piepen. En toen ik aansloeg, ging mijn lijn helemaal de andere kant op. Die heb gewoon op de spanning van mijn lijn langs die paaltjes gezwommen. Dus daar heb ik wel geluk mee. Maar wat een vis, wat een vis. Och, toppertje. Toppertje gewoon. Ik ga hem fotograferen en lekker weer terugzetten. Helemaal gek, ik heb gewoon er nog één. Helemaal gek. Lekker, hè? Een beetje krom. Ja. Ik ga hem even op de film zetten. Het gaat opeens een rap. En we hebben er een rare schub bij. Moet je kijken. Het is zo krom als een hoepel. Het is echt een keertje gestuiterd of zo. Of wat dan ook. Door een visser. Of gewoon zo geboren. Je weet het niet. Maar het is nummer 3. Zo zie je maar dat instant goede vissen gevangen kunnen worden. Als je maar de juiste plek hebt. Beetje Quasimodo-stijl. Maar goed, het is er weer één. Blij met elke vis. Maakt niet uit hoe ze eruit zien. Het verandert, je verandert er niks aan. Dus in dit geval prima schub. Ook gewoon leuk dat hij afloopt terwijl ik foto's aan het nemen ben van die mooie spiegel. Nou, ik ga fotootjes maken. En dan hopelijk zometeen weer een vis. Zo, het nachtje zit erop. Ik heb echt geen klagen. 3 vissen. 3 mooie vissen. En in ieder geval, ik moet eigenlijk een keer terug weer. Het was toch eigenlijk wel een lekker stekkie. Lekker rustig ook. Ik hou daar wel van. Dus we zien jullie snel weer. Zo jongens, spullen staan op de kar. Het is lang geleden dat ik met de scooter weg ben gegaan. Maar we gaan het gewoon weer eens doen. We gaan in ieder geval weer naar het boezemwater. We gaan kijken of we daar een mooie stek kunnen vinden. We gaan lekker rijden. Dus we gaan het zien waar ik terecht kom. Ik zie jullie zo aan de waterkant. Aangekomen op de stek. Nee, dat dijkje dat viel even een beetje tegen zo. Met zo'n kar er naar boven. Maar moet je kijken jongens. Dit is toch prachtig. Gewoon pompenbladeren. Genoeg. Ja. Ja, we gaan opbouwen en dan gaan we de nacht alweer in. Als het een beetje mee zit, dan blijf ik nog een nacht. Als ik geen tuut krijg, dan misschien dat ik gewoon lekker naar huis ga. Maar goed, het doel is 2 nachten hier zo aan de dijk. En, we gaan ons best weer doen. Dus hopelijk kom ik zo bij jullie terug. Zo, jongens, het is 2:15. En de eerste vis is een feit. Zeker geen monster. Zeker geen monster. Het is een leuk schuppie. Echt een beetje dat boerenkarperachtig. Gewoon lekker lang. Lekker dun. Geen gewicht. Maar goed, we zijn van de nul af. Dus, prima toch? Dus, het is nog vrij vroeg, dus misschien komt er nog wel wat moois uit. Dus ja, super. Zo, en de andere kant van de schub.
Ja, prachtig visie. Dus gaf een mooi gevecht toch nog. Van die harde uithalen. Maar goed, de eerste binnen. Top. Kijk dan. Een giebel. Het is lang geleden dat ik die gevangen heb. Ik vind het ook helemaal niet zo'n hele mooie vissen. Maar ja, het is toch een soort van karp. Hè? Maar goed, we gaan hem gelijk weer terugzetten. Zo, goedemorgen. Nou, daar ben ik weer met een heel mooi visje. Echt een prachtig spiegeltje weer. Ze zijn 2 jaar geleden zijn ze een uitzet geweest. Nou, het groeit leuk. Dus en het zijn echt prachtige visjes. Nou ja, als ze een beetje doorgroeien, dan is dit toch wel echt een plaatje. Nou, het is echt vroeg op de ochtend. De dauw hier hangt hier zo over de. Over het weiland heen. Echt zo magisch. En dan zulke vissen vangen. Ik ben wel gelukkig. En de andere kant. Wat een prachtbeestje zeg. Super. Nou, we gaan snel uitvaren. Want er kan zomaar nog wat in het vat zitten. Lekker even een bakje zetten. Heerlijk. Zo, we zijn nu halverwege de dag. Het is rond 12 uur. Ja, het is goed warm. Ik ga zo meteen nog weer een paar bollen eromheen schieten. Want er zitten toch wel duikeenden elke keer op mijn stek. Of meerkoeten. En je moet de stek een beetje gevuld houden. Hè? Als er een visje voorbij komt en die ziet het. En denkt van kom vanavond terug. Ook goed. Dus nou, we gaan het allemaal meemaken. Maar overdag... Als verwacht, nog geen aanbeet gehad of geen tikkie. Goed, we wachten het af. Misschien komt er toch vanmiddag nog wat. Nou, het is ondertussen alweer avond. Heel de dag stilgebleven op 2 boten na. Er was een oelewapper die bijna mijn toppen eraf vaarde. Dus dat gaat weer lekker. Maar gelukkig is de schade beperkt gebleven. En ik heb mijn systeem in ieder geval nog terug. Goed, voor vanavond, vannacht ga ik net iets anders vissen. De stek waar ik vannacht 2 vissen op had, die met 2 tijgernootjes, die ga ik verplaatsen naar de andere plek. En op die plek ga ik 2 keer 16 vissen. Ik heb gekozen voor het haakje als zijn een wide cape met straight point voor Fox. En de andere een cirkelhaak van CW. Beide... In ieder geval haken waar je een beetje druk op kan zetten. Maar goed, het ziet er in ieder geval veelbelovend uit. Er zit vis in de buurt. En nou ja, nu is het alleen nog proberen ze te vangen. Zo, het is dezelfde tijd als gisteren. 1:15, 1:30, 1:15. 2 uur misschien. En er liep weer een hengel af. En nu is het wel een goede schub. Kijk eens aan. Hartstikke leuke vis. Dat is mijn 3e van de sessie. Dus ik ben wel benieuwd wat er nog meer gaat komen. Maar dit is weer een plaatje van een beest. Super man, super. Dus deze kwam op weer dezelfde hengel. Met 15 mm bolies. Ja, hij gaf niet echt een gevecht. Maar hij gaf wel weer een zootje, want hij is om door mijn andere lijn heen. Dus die heb ik ook opnieuw uit mogen varen. Ja,
gaat goed hier zo op Boezem. Kan ze aardig vinden. Dat moet ik wel zeggen. Prachtig. Zo, ik ben druk bezig de boel weer aan het opruimen. Want ja, na twee nachten zitten, dan is het toch wel een beetje een rommeltje in de tent. Een richtje hier, een dingetje daar. Nou ja, vannacht toch nog één visje bij kunnen vangen. Dus we eindigen deze sessie met 3 vissen. Ik vind het niet heel slecht. Zeker na al dat verkeer overdag. Allemaal best irritant. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik zeg, vergeet niet even te abonneren, even de video te liken. En dan zien jullie mij snel weer in een volgende video. Later!